Breda Nu. Je weet het meteen. Bij MES werd de tweede kick-off voor Breda Barst gehouden. Hierbij werd er gebatteld voor een plek op het Breda Barst Festival. Oké, en hoe komen jullie hier vandaag bij de MES terecht? Gewoon spelen. En dan op een gegeven moment gaan die deuren voor je open. Bottles on the floor. And you're really shaking like a leaf on a tree. Don't dare to wild. Hope one guess is true. Wat voor muziek spelen jullie? Dat is moeilijk. We maken eigen muziek. Het is eigenlijk gewoon gitaarmuziek. Maar als ik het moet labelen, dan is het een soort van Americana, maar een beetje alternatief. Een knipoog naar vintage rock, een beetje blues, een beetje richting Johnny Cash, een beetje van alles, ook wat soul. Een combinatie van verschillende stijlen eigenlijk. En hoe zijn jullie bij elkaar gekomen als band? Ik ben eigenlijk als singer-songwriter This King begonnen. En daaromheen heb ik een band geformeerd. En die bandjes bestonden uit verschillende personen, uit verschillende periodes. En sinds de laatste 4 maanden treed ik dan vanavond met deze jongens op. Wat voor muziek maken jullie? Poprock voornamelijk. Oké, en wat is jullie inspiratie? Muse en Foo Fighters zijn wel de grootste bands voor ons. Oké, schrijven jullie eigen nummers? Ja, alleen maar eigen werk. En waarom zouden jullie super graag op Breda Barst willen staan? Ja, het podium is vet, de sfeer is gaaf, in het Valkenberg. Nou, daar kom ik al mijn hele leven. Breda Barst, ja, super gaaf. Oké. Wat is jouw favoriete nummer van jullie eigen album? En waarom? Ik denk Spider, die gaat al een tijdje mee, iedereen kent hem goed, tenminste onze vaste aanhang. En die speelt gewoon lekker, kunnen lekker mee knallen. Champions. En wat gaan jullie de volgende keer doen? Ja, echt. We gaan een andere band uitnodigen. Gewoon de blazers en de backing. En gewoon, we gaan het heel groot aanpakken. Blazers. Komt helemaal goed, denk ik, met jullie. Hey. Ja. En de Breda Boys. Breda Boys. Oh. Breda Nu. Je weet het meteen.